Ja, ik denk, Michael, dat je het goed verwoordt. Inderdaad, soms kun je wel zeggen dat je redelijke prestaties bij elkaar voetbalt. Maar daar hoort altijd een winst bij. En de cijfers zijn belangrijk. En daarom kan het ons misschien wel genoeg vertrouwen geven om dan ja, de komende weken overwinningen opnieuw te halen, punten te halen in de competitie. En dan ook verder te gaan in het Europese verhaal. De eerste persoon met Kalinic, hij voelde zich niet klaar om de wedstrijd te starten met amper ja, twee trainingen. Vond hij toch dat het iets te vroeg was. Dus we hebben nu nog twee dagen straks om hem misschien te prepareren voor zondag. Maar ja, als een keeper zelf mentaal aangeeft dat hij het te vroeg vindt, dan vinden wij dat allemaal spijtig, maar we moeten dat wel waarderen en zijn mening ergens volgen. En het is goed uitgedraaid, zou ik zeggen. We hebben de nul gehouden. En dat is goed voor de verdediging, voor gans de ploeg, dat we nu geen doelpunt binnenkrijgen. En de tweede keuze met Andrijašević is eigenlijk logisch gezien de gestalte van de Poolse ploeg. Jagiellonia heeft heel veel grote spelers. En daarom heb ik dan die keuze gemaakt. Ik zag dat er inderdaad een aantal mensen wat vermoeid geraakten. En toen de dokter en de kinesist aangaven dat Taiwo ook krampen had, wou ik ook geen verder risico nemen. Aangezien de matchen heel snel op elkaar volgen. Dus daarom dan die beslissing. En ik heb een dubbele wissel uitgevoerd. Opnieuw een grote speler erin gebracht voor de stilstaande fases. En dan was Taiwo eruit. En dan konden we dat opvangen met ja, Jonathan David. Die dan inderdaad opnieuw een hoopgevende prestatie geleverd heeft.